Ja, Shay, je eerste eredivisie-minuten zitten erop. Hoe heb jij die ervaren? Ja, het was natuurlijk in het begin een klein beetje spannend, omdat je wist niet wat je kon verwachten in zo'n groot stadion. Maar nee, ik denk dat het goed is gegaan. En ja, het was een leuke ervaring. Ik sprak voor de wedstrijd nog je moeder en je oma was er ook. Die zijn volgens mij elke wedstrijd er. Ja, die zijn elke wedstrijd er. Gewoon al sinds klein zijn ze elke wedstrijd komen ze kijken. Ja, hele sterke band. Ik woonde vroeger ook bij mijn oma. Dus vandaar is de band ook natuurlijk heel sterk met mijn oma. En ja, we zijn gewoon heel hecht als familie. Dus dat is ook belangrijk, ja. Veel media-aandacht voor jou? Het is natuurlijk altijd leuk als je veel media om je heen krijgt. Dan betekent dat je het goed hebt gedaan. Dus het was op zich wel leuk. En ben jij iemand die op intuïtie voetbalt, of weet je al meteen als je de bal aanraakt, ik weet wat ik ga doen? Nou, ik denk meer de intuïtievoetballer. Omdat ik denk dat niemand echt weet van oké, als ik nu de bal krijg, dan ga ik dit en dit en dit doen. Het hangt van het moment af. En je hebt achter jou ook een snelle jongen. Fernando, hoe is die samenwerking daarmee? Ja, is natuurlijk, Fernando houdt ervan om heel snel zeg maar naar voren te gaan. Maar soms zeg ik tegen hem van wacht even, ik wil 1-op-1 gaan of zo. Dan zegt hij oké, is goed. Doe je dat tijdens de wedstrijd? Ja, ik zeg van de volgende keer ga ik 1-op-1, zegt hij oké, is goed. Maar ja, de band is gewoon wel goed. Maar nu heb je ook het uitvak meegemaakt. Hoe was dat? Ja, dat is was natuurlijk heel mooi. Je maakt niet zo snel zo'n uitvak mee. Iedereen was heel fanatiek. En het is natuurlijk ook belangrijk, dat helpt jou ook als speler, als je bijvoorbeeld ja, de liedjes hoort en zo. Hoe is het fysiek? Want eigenlijk hebben we alle 11 jongens volle 90 minuten, 95 minuten gespeeld. Hoe was het voor jou? Nou, op het einde had ik nog heel veel acties gemaakt, zeg maar. Dus misschien echt in de 92e minuut zo voelde ik wel een beetje mijn kuiten. Maar dat is natuurlijk logisch. Maar fysiek ben ik gewoon 100% fit nog, dus Dus hoe kijk jij nou terug op je Eredivisie-bit? nou, ik denk dat het wel heel goed debuut was geweest, ja. Nog een goaltje erbij, dan zou het perfect zijn.